anker lichten. Onder stoom gaan naar Aroman, dat 14 mijls vaart. Ja, kanalen SR. Dat waren onze orders op de gedenkwaardige avond van 5 juli 1944. Na onze terugkomst van Afrika en Italië hadden we enige tijd gerepareerd in Portsmouth en waren juist op tijd klaar om mee te doen aan deze grootste van alle militaire ondernemingen. Veel steun aan het landingsleven. Dat mag ons, want wij kenden maar al te goed de kunde en ervaring van onze mensen opgedaan bij vorige operaties. Hun kloppende harten om ook deze keer de mond weer te lijf te gaan. En de vastbeslotenheid waarmee deze opdracht van het opperbevel zo volledig mogelijk zal worden uitgevoerd. Ons schip, al een dame op leeftijd, had verschillende littekens overgehouden, maar was nog uitstekend geschikt voor haar taak. Door de nacht naar Frankrijk. De volgende morgen kwamen wij bij het krieken van de dag voor Aromanche aan. Er stond een matige bries en het was licht heijig. Uitkijken was ieders wachtwoord, maar eigenlijk hadden we geen ogen genoeg. Door het geweldige aantal schepen was het voortdurend oppassen geen aanvaringen te maken. Aan het lawaai bij de kanons weten wij dat de vuurleider heeft laten laden en nu wacht op het rapport dat alles klaar is. Kanon 1 gereed. Kanon 3 gereed. Batterij gereed. Daar gaan de kanons omhoog. Het kan nu niet lang meer duren. Op de bas! Voor en dicht. Deur! Honderden salvo's werden gevuurd. En warm dat we het kregen. Deur! Maar we voelden geen hitte of honger of dorst. We waren te druk bezig. Want we wilden niet falen waar Nederland op ons wachtte. Op ons letten misschien. Deur! En niet Nederland alleen. Daar ging de onafzienbare stroom van landingsvaartuigen, schepen, groot en klein, tot de nog bemand en gevuld met de onverschrokken soldaten van het bevrijdingsleger. Ook zij letten op ons. De geallieerde marines hadden beloofd hen te beschermen bij hun overtocht en hun eerste schreden aan wal. En van die marines maakten wij deel uit. We waren maar met z'n tweeën, Sumba en de Flores. Het was weinig, maar daarom moest het dubbel goed zijn. En het was...